Bij CD Projekt Red wordt er gewerkt aan misschien wel de grootste RPG van 2015, The Witcher 3, en op E3 hebben we er meer van gezien. I saw a long ship made of the claws of dead men. The raids drove everyone to the shore. My daughter too. No man who meets the hunt returns to this world. I returned. The Witcher 3 Wild Hunt. Hij komt in februari 2015 pas uit, maar op deze E3 werd er wel weer meer van getoond. We hebben al een aantal keer gezien, vorig jaar op de E3 ook. Deze keer heb jij een presentatie bijgewoond. Wat voor nieuwe dingen hebben we hier nou eigenlijk allemaal meegekregen? Nou ja, wat je eigenlijk in die presentatie kreeg was dat iemand gewoon eigenlijk de game ging spelen. En een beetje liet zien van, nou ja, hoe ziet die wereld eruit, wat kan je doen. En wat ik met name interessant vond was de dynamische quest die erin zit verwerkt. Zo is er al eerder gepraat over dat je een bepaald monster kan verslaan. En dat je uiteindelijk kan kiezen van, nou ja, vermoord ik die nou of laat ik die in leven? En dat heeft dan weer een uitwerking op de wereld. In dit geval werd hij vermoord, omdat dat goed was voor de quest in, die hij aan het doen was. Had hij dat niet gedaan, dan had een weeshuis het overleefd. Want ineens, na het verslaan van het monster, was de hele weeshuis weg. Dus al die keuzes die jij maakt, die hebben ook echt daadwerkelijk impact op die hele wereld om jou heen? Ja, precies. En dat is eigenlijk wat ze nu lieten zien. Dat het gewoon heel dynamisch is en dat jij eigenlijk bepaalde keuzes maakt. En dat heeft gewoon een enorm effect op de wereld. En op eigenlijk je moraliteit. En de Witcher 3 is natuurlijk een gigantische open wereld. De vorige twee Witcher games, dat was toch een beetje een RPG's waarin je van hub naar hub ging, zeg maar. En een beetje toch bepaalde paden moest volgen. Nu is het een totale free roaming game à la The Elder Scrolls, zeg maar. Wat heb jij dan van die wereld kunnen zien? Op wat voor schaal moeten we daaraan denken? Nou ja, wat hij uiteindelijk wilde laten zien is dat je in de verte een berg ziet. En als je het heel leuk vindt, kan je gewoon naar die berg toe gaan. Alles wat je in de verte ziet, dat kan je eigenlijk ook bereiken. Dus daar kan je gewoon naartoe gaan. En als je van de ene kant naar de andere kant wil, dan ben je er ook gewoon 20 minuten mee bezig om daar te komen. Dus je hebt ook gewoon natuurlijk wel fast travel om gewoon sneller van hier naar daar te komen. Maar het is gewoon echt een hele wijde wereld. Daarnaast is het natuurlijk zo dat The Witcher 3 echt prachtig uitziet. Hij komt dan ook naar de next gen consoles, de PlayStation 4, de Xbox One en de PC. Volgens mij kunnen ze bij CD Projekt wel hele mooie games maken. Was je ook onder de indruk, net zoals ik? Denk het wel, ja. Zeker de magische kracht, dat komt echt. Ja, er komt kleur ook wat meer eruit en het vuur wat gewoon door die wereld heen gaat en zich uitbreidt, dat ziet er gewoon heel erg lekker uit. Ja, daarnaast nog wel closing words voor The Witcher 3. Closing words voor The Witcher 3. Gewoon een hele lekkere RPG die je eigenlijk genoeg content kan bieden om, ja, monsters te vermoorden en gewoon lekker bezig te zijn eigenlijk. Ja, er is echt gigantisch veel te doen. Je kunt je daar uren, honderden uren zo meteen in gaan vermaken. Wij kunnen in ieder geval niet wachten. Februari 2015, dan komt hij aan. Zoals ik al zei, voor de next-gen consoles, de Xbox One, de PlayStation 4 en natuurlijk de ultieme versie op de PC.